Goedendag, Telegraaf vandaag van zondag 5 maart. De dag dat 6 lijsttrekkers naar de redactie van de Telegraaf kwamen om weer zo'n mooie verkiezingstelegraaf te maken. Een speciale bijlage die deze maandag bij de krant zit. Natuurlijk schoven de lijsttrekkers ook even aan in de studio van Telegraaf TV. Alexander Pechtold bijvoorbeeld. Hij was kritisch over de campagne dit jaar. Nou, wat ik het jammere vond is dat sommigen tot nu toe de campagne gemeden hebben. Wilders, Rutte en... Dat is een, denk ik, toch een foute keus geweest. Want kijk naar vorige week, dat was een groot debat. Daar keken 1,2 miljoen mensen naar. Ja. En ik kreeg terug, het ging ergens over. Het waren de thema's die kijkers ook belangrijk vinden. Mm-hmm. Dus ja, dat is jammer als dat pas in het staartje aan bod komt. Inmiddels staan we in de kamer waar Geert Wilders en zijn team aan de 3 pagina's voor de PVV hebben gewerkt. Waaronder een hele fraaie puzzel voor het hele gezin staat erboven. Die kunt u morgen doen. Wilders heeft eigenlijk maling aan wat Pechtold zegt over campagne meiden. De PVV-leider zegt eigenlijk dat je jezelf gewoon schaars moet maken. Vanavond is natuurlijk het carré-debat. Ja. Iedereen gaat er naartoe, die hier verder vanavond is. Ja. U niet. Heeft u die toch een beetje spijt? Nou, misschien als u goed naar de reclameblokken kijkt, dat u nog wel iets van de PVV zal vinden. Maar ik mag daar niet te veel over verklappen. Maar wat ik u al zei, natuurlijk, ik was liever daar naartoe gegaan. Ja. Ik zal niet de reden herhalen waarom ik niet ben gegaan. Nee. Maar ik was daar liever naartoe gegaan. Blijft erbij, een debat met z'n 8 is niet echt een debat. Een debat met z'n 2 is het allerleukste. En wat gaat u doen vanavond met uw vrije avond? Nou, eerst toch naar Boer zoekt vrouw kijken. De premier heeft dat volgens mij ook gezegd. Ik ga dat ook doen, want dat vind ik toch veel leuker dan 8 mannen en 1 vrouw, gelukkig ook nog, die door elkaar heen praten. Ja. En daarna dat ik misschien nog even kijk. In ieder geval naar het reclameblok. Terug naar het maken van de krant. Hier achter mij is de kamer van Paul Jansen, onze hoofdredacteur, die vandaag zijn baan eventjes moest delen met 6 anderen. En vandaag mocht hier, u ziet het, de VVD werken. Met Mark Rutte ging het natuurlijk over banen, over veiligheid en over asfalt. Maar de privéredactie heeft ook gekeken naar het interview. U hebt ook zeer, zeer onthullend fotomateriaal beloofd. Ja, dat moeten we echt even geheim houden. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik zou zeggen alle autorijders in Nederland en iedereen die dat ook met plezier doet... Mm-hmm. Die zal morgen echt extra reden zien om een VVD te stemmen. Die zal geschokt zijn door het materiaal wat we gevonden hebben. Toen ik dat hoorde, moest ik even aan de sidekick van Roberto in RTL Late Night denken. Bent u niet verbaasd, denk ik. Maar daar heeft het niks mee te maken. Nee. Hoe zit het nou? Dat is een geweldige vrouw die mij fantastisch heeft geïnterviewd voor de Linda. Marieke Elsinga. En ik heb, en het komt binnenkort online, of het is net online. Nee, het komt binnenkort online een podcast met haar opgenomen. Omdat het ook iemand is die weet wat ze wil. Op een manier die ik heel plezierig vind, namelijk niet anderen in de weg zittend, maar juist heel respectvol ook omgaan met haar omgeving. Dat doel bereikt en ik heb haar geïnterviewd voor die podcast, omdat ik het mooi vind als jonge mensen kunnen zien hoe je dus in het leven, zonder dat je dat ten koste van anderen doet, je idealen kan realiseren. Ja. Onze Evert Zandegoets en zijn privécollega's houden de premier goed in de gaten, daar kunt u zeker van zijn. Van lectuur naar literatuur, want Emiel Roemer heeft al 2 boeken geschreven. Dus met zijn schrijfkwaliteiten zit het wel goed. Toch kwam hij vandaag niet alleen naar de redactie van de Telegraaf. Ja, ik heb schrijfervaring, maar ik laat dit toch echt aan de vakmensen over. En alleen al omdat de afgelopen tijd natuurlijk gewoon zo stervensdruk is in campagnetijd. Geef je meer leiding, heet dat dan. Ja. Dus je ziet alles voorbij komen. Zullen we dat doen? Waar moeten we het over hebben? En dan geef je de richting aan. Ja. En dan zet je de mensen die echt goed kunnen schrijven, die zet je aan het werk. Leren we nog wat nieuws over meneer Roemer? Want u heeft zelf al 2 boeken geschreven. Gisteren is een nieuw boek over u uitgekomen van uw broer. Ja, mijn oudste broer. Ja. Ja. Leuk, passie voor politiek. Nou, dus, dat wisten we al. Heel opmerkelijk dat hij het gedaan heeft. Ik ben 4 jaar gevolgd en eigenlijk mijn verhaal van 4 jaar vermengd in waar komt het gezin Roemer vandaan. Het begint eigenlijk al bij de geboorte van mijn vader in 1917. Hoe zijn zij allemaal opgegroeid, met welke waardes zijn zij opgegroeid. En vind je dan een rode draad van... En daarom is Emiel wie die is. Ja. Dat is ik vind het erg mooi geschreven. Emiel Roemer, hij wil graag premier worden van Nederland. Helaas schoven niet alle lijsttrekkers aan in de studio. Lodewijk Asscher en Sybrand Buma waren er wel, maar zij moesten wat eerder weg. Ze hebben weliswaar gewoon 3 pagina's gemaakt, net als de andere lijsttrekkers. Maar ze moesten zich voorbereiden op het carré-debat van RTL, BNR en Elsevier vanavond in Amsterdam. Maar nogmaals, hun bijdrage leest u uiteraard deze maandag wel in de speciale verkiezingstelegraaf. Tot zover Telegraaf vandaag. Bedankt voor het kijken. Graag tot snel. Dag.